was eens een vallei met mysterieuze gebouwen. Vol enge spoken. En de voorzichtige held Luigi is gevraagd om de boel te gaan onderzoeken. Dit is zijn verhaal. Luigi's Mansion 2 HD. Hij beschikt over een krachtig apparaat. De Spookzuiger 5000. Als Luigi licht schijnt op een spook, kan hij die verlammen en vervolgens opzuigen. Of hij kan meerdere eigenwijze spoken tegelijk aanpakken. De wezens in elk gebouw zijn best griezelig. Om nog maar te zwijgen over hun rare kwaliteiten. Sommigen kunnen zich goed verstoppen. Maar Luigi weet ze uiteindelijk wel te vinden. Sommigen maken hun jacht op Luigi nogal ingewikkeld. En anderen kunnen Luigi vangen in een gelei-achtige substantie. Deze spoken halen van alles uit de kast om Luigi's onderzoek te dwarsbomen. Maar niet alle spoken hebben kwaad in de zin. Braaf. Luigi verkent verschillende gebouwen. Waaronder een klassiek spookhuis, het Duistere Huis. Een verlaten plantenlaboratorium, de Woekertorens. Een mechanische werkplaats, de Oude Klokkenfabriek. En een besneeuwde groeve met de naam de IJzige Mijn. Waar die ook heen gaat, Luigi komt altijd oog in oog te staan met gemene griezels, vreemde verschijningen en verraderlijke vallen. Maar hij kan altijd rekenen op zijn Spookzuiger 5000. Deze kan verborgen paden in schijnbaar doodlopende gangen onthullen. Activeer bepaalde apparaten met de fantoomflitser en blaas ballonnen op zodat Luigi kan zweven. Hij is ook uitgerust met een UV-lamp die nog meer geheimen aan het licht kan brengen. Wie weet wat onze held Luigi te wachten staat in deze vreemde gebouwen. Maar hij is niet altijd alleen. Tot 4 spelers kunnen samenwerken in de Tumulttoren. De missies lopen erg uiteen. Vang bijvoorbeeld alle slechterikken die zich op elke verdieping schuilhouden. Achterhaal waar de geheime uitgang is binnen de tijd. Volg pootafdrukken om polterpups te vangen. En werk samen tegen de nog moeilijkere spoken en valstrikken op je weg in de Tumulttoren. Luigi moet zijn angsten onder ogen komen om spoken op te zuigen, licht in de duisternis te brengen en geheimen te onthullen in Luigi's Mansion 2 HD. Verkrijgbaar vanaf 27 juni alleen voor Nintendo Switch.